jouw wedstrijd in een klein ogenblik, in een samenvatting. Ja, goed gestart. Alleen voor mij, uit de derde rij was dat toch redelijk goed vertrokken. En in tegenstelling tot de andere wereldbekers en zo, kon ik goed mee in het begin. Allee, anders vond ik altijd dat ze heel rap starten iedereen en nu kon ik wel mee. Een halfkoers, een klein diepje en vreesde al voor een top 15, maar ja, daar eigenlijk blijven fashionen en dan de laatste drie ronden kon ik dan nog die groep met Nice oprapen en ook nog van wegrijden. En zo stel ik mijn top 10 veilig eigenlijk. Heb je in ieder geval een goed resultaat? Het was inderdaad de eerste ronde dat Tom Meus op kop temporiseerde. Gaf jou ook de gelegenheid om in je eigen ritme te komen, wel verder tevreden over je eigen race vandaag? Ja, natuurlijk, je moet dat niet. Allee, ik zat denk ik eerste ronde 19e, dat was een goede start. Dat kan, uit de derde rij kan dat helemaal in de soep draaien, de start, maar die kan ook meevallen. En die was, dat was geen superstarter, maar ik was mee. En dan kon ik mijn koers opbouwen. En ik moet dat niet naar de eerste zien, naar Mathieu van der Poel of zoiets. Ik moest dan gewoon mijn koers rijden en proberen de mannen van plaats 8 tot 15 niet uit het oog te verliezen. En dat bleef ik eigenlijk heel goed hangen. Je was vandaag ook uiteraard gestart als Duits kampioen. Geeft dat voor jou een apart gevoel? Of? Dat denk ik eigenlijk niet aan. Als je eerlijk bent, dan is in topvorm Filip nog altijd de man in Duitsland die een super WK kan rijden. En hij zou dan ook minder content zijn met zijn 9e plaats dan ik met mijn 8e. Dus dan zie je eigenlijk... de doelstelling voor hem was, hij wou meer en voor mij was dit eigenlijk de doelstelling die ik heb bereikt. Dus. Super gereden, tot de volgende keer. Ja, dank u.